hartstikke vroeg, maar je hoort de vogeltjes al. We zijn in Gratum, gemeente Leudal. En we gaan Hans ophalen. Een soort van reizende boer. Even kijken, Hans en Marianne. Geen. Het is nog wel heel erg donker. Nou, grote jongen in korte broek. Een boer in een korte broek. Ja, die heb ik nog niet eerder gehad. Nee, daar doen we het weer voor. Goedemorgen, Hans. Oké, wij gaan met jou mee. Je bent een soort van reizende boer. Ja, dat klopt, ja. Toch? Ja, dat klopt, ja. Ik ga van boer naar boer. Degene die hulp gevraagd heeft, daar dien ik mijn eigen aan. En waar gaan we beginnen vandaag? We gaan beginnen met de melken in Heethuizen bij Hartman. Ja. Het wordt tijd dat die kant op gaat. Doe je botten aan of wat doe je aan schoenen? Dan, ik zie je voor. Goed zo. Dank je. Hoi. En u bent? Albert Hartman. Albert Hartman. Jullie kennen elkaar al, hè? Ja, want komt ja ik kom hier vaker voor. We doen dat verhaal zo direct, want we zijn laat, hè? Ja, we zijn veel later dan gepland. We zijn zo mooi onderweg. Een stevige pracht. Ik noemde je een reizende boer, omdat je gewoon iedere dag ergens anders op een boerderij je werkzaamheden zou kunnen gaan doen, hè? Ja. Als ze op vakantie gaan, als ze ziek zijn, altijd wel ziek, hè? Ja. Dat had hij een ontsteking. Ja, een slijmbeurt ontsteken. Hoe lang ben je toe geweest? 14 dagen. 14 dagen, dus je kent de dames een beetje. Ja. Nee? Zijn ze oké, deze? Oh, ja, die zijn oké. Is het niet raar of vreemd dat je gewoon zelf geen bedrijf hebt en constant als een reizende boer andermans vee verzorgt, andermans boerderij? Werk. Ik heb zelf wel willen boeren, maar ja, dan moest ook de kans voor hebben en Je had geen kans voor mijn eigen bedrijf. Toen is, je komt van een boerenbedrijf? Nee, ik kom niet van een boerenbedrijf. Niet? Nee. Wat deden jouw ouders dan? Ja, mijn papa was orgelbouwer. Orgelbouwer? Ja. dat is ook een heel apart vak. Ja. En ben je muzikaal daardoor geworden? Ik ben zo amuzikaal als een deur. Amuzikaal als een deur? Ik heb met muziek helemaal... Ik luister geen naar de radio, maar... Maar wat apart. En je moeder was gewoon moeder? Ja, die was... Je had de handen vol aan de kinderen. Ja, 14 jaar of ja. Maar toen kwam jij erachter dat je boer wilde worden. Ja. Hoe voel je dat dan? Hoe ik erachter kom? Hoe bemerk je van ik wil een boer worden? Ja, en de oma van mij had melkkoeien. Ja? Nou, en daar kwam ik als van de legere school, fietsje er naartoe en ik vond het geweldig. Daar ben ik misschien wel 20 jaar gekomen. En al in een vrije tijd en op een gegeven moment dus de legere school en dan... Ja, dan moest ik het gaan kiezen en toen heb ik toch maar eerst de MAVO gedaan, omdat ze dat... Ja. Ik hou je op, hè? Je mag gewoon doorgaan. Heb je de MAVO gedaan en toen ben je naar? Toen ben ik naar de middelbare landbouwschool gegaan. Je moet zelf initiatief nemen, jij moet het runnen als die boer ziek is of weg is. Dat zijn ook... Dat jij zorgt ook, dat het loopt. Ja, bij ziekte, dat is ook, zeg ik altijd, dat is in mijn werk, dat zijn de krenten in de pap. Ja? Ja, dat is als echt een gigantisch bedrijf gewoon moest runnen omdat de boer ziek is, omdat er gewoon niet is. Ja, dat is gewoon, dan zijn alle beslissingen die ze spreken zijn voor dicht. Ja. En dat is, daar geeft ze voor. Dat zullen ook best wel vaak vervelende kwesties zijn. Ja. Of emotionele. Die ziekten en er zijn ook sterfgevallen. Zo is het leven. En dat zijn mindere dingen, ja.
Kijk, tuurlijk, je moest, ja, geen zin in wienerbotten. Moest er toch. Weer wat de boer, wou je zeggen. Ja, ja, nee, dat, nee, dat gaat niet, hè? Dat geeft niet. Vooraan beginnen, zo. Zat je goed? Ja, prima. Oké, volgende. Slaan de wok. Hier, zo. Oh, zie je op de. Oh, dan gaat hij nog. Geweldig. Moet je de weien? Moet je lekker de weien? Ja. En dan komt er iemand anders die dat even overneemt omdat je ziek bent. Dat is mooi, maar dat is ook raar, denk ik. Ja, dat is heel raar. Dat is hetzelfde. Ik denk best kunt vergelijken iemand die ja, zijn gezin runt en dan naar het ziekenhuis moet dat er ja, gezinshulp komt of zo. Ja. Zo moet je het elke beetje voelen. Dus gewoon, je bent er elke dag mee bezig. Je weet precies wat die koe nodig heeft, wat dat kalfje nodig heeft. En dan moet het iemand anders overnemen. Ja. Dus dan moet je iemand hebben die je ja, helemaal kunt vertrouwen erin. Ja, ja, vertrouwen kunt geven. Ja, dat, maar dat snap ik. Want het is jouw. Het is je bedrijf, het is je leven. Ja. Het zijn ook je inkomsten. En dat moet je dan toch maar even uit handen geven. Maar het is wel een goed jongen, hè, die Hans. Ja, Hans is een hele prima. Daar kun je gewoon binnenlinks dingen aan overgeven. Ja. Dat zie ik. Hij staat hier echt alsof het zijn eigen toko is. Super goed. Hoe lang ben je al agrarisch ondernemer? 28 jaar. 28 jaar. Ja. Boerenzoon? Ja. En dit is ook uit de familie of niet? Nee, de familie die boert er thuis op het eigen bedrijf. En dan heb ik nog één broer die zit in de heibloem. En ik ben hier nieuw begonnen. Dat is knap. Ja. En het gaat goed? Ja, prima. The moment has come to face the truth. I'm wide awake and so are you. Do you have a clue what this is? Everything that I don't miss. Hope so. But we just have to wait and see. If things go right, we're meant to be. The surface is gone, scratched it off. We made some plans, I let them go. Do you have the slightest idea? Sure. What's he? Yeah, it was a tree. Was my sister's father and he let them look. En toen mocht je op de foto met je vader, had jij het al gezien? Nee. Biologische grasboter. Zonder kunstmest, zonder gewasbeschermingsmiddelen. Gewoon op natuurlijke wijze laten groeien van gras en andere gewassen. Ja, want hoeveel gewassen heb je dan? Wij hebben voornamelijk grasland. Een 50 hectare ongeveer, 53 hectare. Jullie zitten in Schin op Gul, 55 hectare hier. Nee, niet allemaal hier dichtbij, ook ver weg. Ja. Gelukkig, maar het wat platter is. Ja, ja, okay. Ja. Dus 3 hectare maïs en 4 hectare brogaas voor de gulpen nog. Dus jij bent eigenlijk nog steeds een gemengd bedrijf? Ja, nee, het is eigenlijk allemaal behalve en akkerbouw en je melk. De maïs is voor de koeien, dat is voor het voergewas. Alleen de brogaas is voor de. Voor bier, zullen we maar zeggen. Dus, voor Gulpener? Gulpener, ja. Oké, ja, dat kan niet anders. Ja. Dat sluit allemaal mooi bij elkaar aan, toch? Ja. Hey, het meidje uit Bocholt. Ja. Ja, van een kasteeltje. En die kuste een boer en hij werd een prins? Ja, hij was een prins. Hij was al een prins, ja? Ja. Maar jullie werden verliefd op elkaar. Waar heb je elkaar ontmoet? Toen we op stap waren. Ja. In de diligence. Altijd dezelfde de boeren. Dat zijn gewoon echte stappers, hoor. Wij gaan zo direct even scheren. Jij kan dat allemaal, hè? Ja, dat vind ik ook dat ze mos. Als die geur is die, ja, die een boer komt en ik moet daar dat werk over pakken. En moet door die negen is. Dan wordt het ook goed hier. Ja, dan moet een beetje die ziel en zaligheid in kunnen liggen, zeg ik. Ja, dat is een gevoel. Ja, dat zijn dat gevoel van boeren. Ja. En wat zijn jullie toch eigenlijk allemaal emotionele mannen? Hij met zijn melkkoe, jij met je eigen boerderij. Ja, het is echt zo. Oh. Ja, dat is zo. Ja. Ik ga er niks aan doen. Today is the day.
gotta do out everything that I wanted. I was scared. Dat zeg ik wel, als ik... Volgens mij ben je wel even bezig. Oh, dat kan ik wel. En als je 10 euro hebt, mag ze nog vier keer aan. Goed, dan zal ik gewoon een keer opgooien. Je hebt zeker heel veel last van je hernia opeens. Ik heb heel veel pijn aan. Wij gaan dat samen wel doen. Het is best wel secure werk, hè? Ja, als ze net een beetje in het vel doseren. Nou, dan kussen we er wel een stand. Ja, een stand voor zich, hoor. Dat dan ben je met de buren wel weer lachen. Ja. Zo, nou dat spet het ook lekker. Dat is een bijzonder dagje. Ja. Je hebt toch allemaal laten zien wat erbij komt kijken om gewoon ja, als bedrijfsverzorger te werk te gaan. Want je moet zoveel weten. Ja. Met van alle markten thuis. Ja, dat moet van alle merken toezien. Ja. Het is niet alleen bij de koeien, maar het is ook bij de werkers. En, ja. Maar ja, we kregen nog bijscholing en we werden toch wat up-to-date gegooid. Ik kan je geen hand geven of wel? Zal ik het zo doen? Ja. Want ik weet dat jij nog heel veel klusjes hebt. Ja. Wij gaan er vandoor. Super, dankjewel. Niks te danken. En we hopen je nog heel veel ook in het zuien te zien. Goed. Dankjewel. Tot ziens. Dankjewel. Doei.